Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietbeelden zien we het al, buiten trouwens ook, heel veel bewolking trekt over Nederland en van tijd tot tijd vielen er buien. Het was weer een wisselvallige dag, af en toe brak de zon door. Maar de temperaturen waren wel hoog, het werd op diverse plaatsen 15 graden en daarmee werd het record warm op die meetpunten. Niet overal was dat het geval. We zien ook op de satellietfoto dat er al behoorlijke opklaringen zitten ten westen van ons land. Die komen onze kant op en bereiken ons later vanmiddag en vanavond. Dat betekent dus dat we vanavond vrijwel overal droog weer hebben. Alleen in het zuidoosten valt misschien nog een buitje. Maar verder brede opklaringen en temperaturen die dalen naar een graad of 7 à 8 in het noordoosten en midden van het land. In de nacht wordt het dan 5 graden in het noordoosten. Maar in het zuidwesten begint dan de bewolking alweer toe te nemen. Dus daar wordt het niet veel kouder. En morgen overdag dan volgt er ook nog weer regen. Opnieuw een hele wisselvallige dag. Die regen trekt van zuidwest naar noordoost en dat zorgt voor een kletsnatte ochtend. In de middag trekt de regen wat langzaam naar het oosten weg. Dan wordt het allemaal wat beter, wat droger. En vooral in het noordwesten kan dan ook nog even de zon doorbreken. In Limburg loopt de temperatuur morgenochtend nog op naar 12 graden... Daarna daalt hij ook daarna een graad of 7, net als in de rest van het land. En de wind, die vandaag nog stevig was, die is morgen een stuk rustiger. En dan komen we bij het weekend weer. Nou, het ziet er buig uit, maar toch lang niet heel slecht, want op beide dagen verwacht ik ook een zonnige perioden. Ook stapelwolken dus, ook een enkele bui, en de lucht is koud, afkomstig van de Poolstreken, daardoor kan er een enkele keer ook een vlok natte sneeuw bij zitten of hagel. Geen hoge temperaturen meer, temperaturen zo rond de 5, 6 graden in het oosten en noordoosten, oplopen tot 7, 8 graden aan zee. De wind is zaterdag het rustigst, 2 tot 4 boven voor. zondag staat er 4 tot 5 voor. En de nachten kunnen koud verlopen, lokaal kan het gaan vriezen, vooral de nacht van zaterdag of zondag kan dat op een enkele plek gladheid opleveren. Maar maandag niet, dan gaan de bewolking weer toenemen. Krijgen we weer met een flinke bak water te maken in de loop van de dag. Dus dan gaan de temperaturen weer een fractie omhoog. Kijken we dan wat verder vooruit, nou, dan zien we dat de temperatuur voorlopig uh, niet al te veel variatie laat zien. Dus middags zo'n beetje tussen de 4 en de 8 graden. De nachten die worden hier vanaf uh, halverwege volgende week geleidelijk wel kouder. Dan is de kans op nachtvorst bijna elke nacht aanwezig. Dat zien we ook terug in deze grafiek. Boven de kans op temperaturen onder het vriespunt. Nou, die loopt duidelijk op naar zo'n 40 tot lokaal zelfs 60 procent. Dus uh, daar moeten we echt rekening mee gehouden in de loop van volgende week. Op de onderste grafiek zie je de kans dat het overdag gaat vriezen. Nou, die kans blijft nog minimaal. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.